woensdag. Even een kort ritje in Luxemburg zelf. Het zou zomaar weer kunnen gaan regenen, maar dit is de laatste die ik inschakel. De camera's lopen al, geluidsrecorder van de stem ook al. Ja, moet ik hem niet uitzetten natuurlijk. Geluidsrecorder van woensdag. Hoi allemaal. We gaan het vandaag eens een klein beetje anders proberen. De complete start tot finish, zeg maar, heb ik nu zo'n beetje op film staan. Het is een kort ritje. Het is de weg op en de weg neer. Dat wist ik niet toen ik wegreed, maar achteraf met de kennis van nu dus wel. We gaan dus nu gewoon even een stukje rijden. Het is onze vakantieweek. En we zijn hier zondag aangekomen. Het is inmiddels woensdag en ik heb nu pas behoefte, tussen haakjes, om te gaan rijden. Zo moe was ik. Ik was echt zo verschrikkelijk moe. Vandaar dat jullie de vorige filmpjes ook gewoon qua geluid ja, niks hebben kunnen horen. Ik heb nu mijn eigen geluid in ieder geval weer aangesloten. Dus mijn stem horen jullie nu via de Bluetooth, ja, via de Senna. En niet via de camera op mijn helm. Dat hebben jullie de laatste paar keer wel gehoord. We gaan dus nu even een stukje rijden en ja, het is een mooie weg. Ik kan niet anders zeggen, lekkere bochtjes. Ik hoop dat ik het een beetje goed kan weergeven. Mijn 360 camera is iets aan de overbelichte kant. Ik heb hem wat in de nabewerking wat zachter gezet, maar ja, hij blijft net even te hard qua verlichting, zeg maar. Hey. Nou ja, ik had de koffers aan mijn hopen. Althans. Voor alle duidelijkheid, voor de mensen die de Goldwing niet kennen. De Goldwing heeft voor alle drie de koffers een bepaalde sensor. Als de koffer niet of niet goed gesloten is, dan krijg je daar een melding van op je dashboard. Dat je de koffer nog open staat. Heel handig soms. Maar als die dicht zit, maar niet helemaal dicht, soms ook irritant. Einde 50, nou. Dat ik hier heel veel harder ga rijden. Waar ik aan wakker word, het bochtje dit.
Eigenlijk, als ik weer ga rijden, bij elk beginnend filmpje spreek ik in wie ik ben, mijn burgerservice nummer, mijn bloedgroep, wat ik wil als er iets gebeurt, wie de contactpersonen zijn. Je weet maar nooit. Dat was ik hier ook aan het doen, vandaar dat je eigenlijk ook alleen het geluid hoort van de motorfiets. En zometeen hoor je ook niks, want mijn Senna was leeg. Die had ik dus heel slim, toen we zondag aankwamen, niet opgeladen. Dus die was echt binnen een paar minuten leeg. Daar kwam ik later pas achter. Ja, een beetje jammer. Oh, op zich niks gemist hoor, maar ik was toch wel heel stil. Maar ja, het is wel zo. Hier zit ik de microfoon goed in mijn kinbak te doen. Ik was echt nog niet helemaal mezelf hoor. Ik ben gaan rijden. Ik heb heel relaxed gereden. Ik heb echt niet de behoefte om hard te rijden. Dat ben ik sowieso niet. Ik ben sowieso niet zo hard rijden. Ik rijd niet voor niks in Bouldering. We kunnen wel hard, maar is hier niet echt voor gemaakt. Maar die dag, wat ik al zei, het was de eerste dag in de vakantie dat ik dacht van nou, laat ik eens even een stukje gaan rijden. Sowieso het wisselvallige weer trok me ook niet echt. Vooruit maar. Ik laat jullie even genieten van de rit. Ik pak hem zo ergens wel weer een keer op.
In dit geval heb ik mijn navigatie aanstaan. Maar ik rij niet op de navigatie. Dus ik zie de kaart wel voor me, maar ik heb geen streepje van je moet links of je moet rechts. Dus ik ben gewoon aan het kijken van nou, waar ga ik heen? Ga ik links, ga ik rechts? In dit geval heb ik rechts gekozen. Geen idee waar ik heen ging. Ik wist het echt niet. En als je me nu vraagt waar ik heen ging, weet ik het geloof ik nog steeds niet. Het was echt wat een leuk weggetje. Echt leuk weggetje. Ik heb daar later, volgens mij, dat was woensdag, deze film. Op vrijdag hebben we daar volgens mij met Elle ook gereden. Nee, dat is nog haar trouwens. Nee, maakt niet uit. In ieder geval, ik heb daar met mijn stepjes op een gegeven moment aan de grond gezeten. Oh, wacht, ik weet het alweer. Dat was die week daarna. Kom nog, dat verhaal. Maar, die uitzicht, jongens, hier. Geweldig stuk weg. Gelukkig niet overdreven heet. Het was te doen. Met die gele jas aan was het wel warm. Het is niet echt een doorwaai jas. Het is een beetje een cheapie stof. Dus ik ga toch eens kijken of ik het logo van de Goldwing eraf kan krijgen. En, die op een andere jas doen. Ik vind die jas maar niks. Mochten er de Goldwing rijders zijn die jas over willen nemen. Ik heb hem gekocht voor 100, 2-3 maanden terug. Je mag hem zo overnemen. En dit is een beetje wat ik bedoel met het overbelichten. De lucht die is gewoon wit. Kijk hier, dit is mijn RS, mijn Insta 360 RS. En de RS die geeft veel rustiger beeld qua licht. Die 360 die is wat dat betreft toch wat kijk maar, overbelicht, zeg maar. Dus ik heb hem al heel in teruggeschroefd. Want dat was nog veel erger. Maar, ja, het geeft ook niet echt super kleuren. Het verschil is bijzonder groot en dat valt me wel op. Verbaast me eigenlijk wel van Insta. Maar goed, het is wat het is. Ik laat jullie weer even.
Op dit moment ben ik er dus achter dat ik zonder headset rijd, zonder Senna. Dus mijn batterij pakken, oplaadkabeltje, dingetje, even pakken, aansluiten en de Senna weer aan en door. Nooit over nagedacht om intercom op te laden. Zo. Nee, wacht even. Ik doe niet wat achter me aan, want het is groot. Nee, die ga ik niet in de weg zetten. Volgens mij toch, want het rijdt harder dan ik. Met grote stappen dichterbij. Steentjes op de weg. Dat ding wat er ons te goed komt, dat zit geloof ik ook achter mij. Eigenlijk zou ik ergens aan de kant gaan staan en dan wil ik gewoon de navigatie instellen terug naar Dirdenbach. Vertellen dat het de motor best warm is. Omdat het dus mijn eerste dag is dat ik aan het rijden ben, et cetera, wilde ik het niet al te lang maken. Ik denk ik maak een route terug naar het hotel. Maar ja, dan moet je wel een leuke route instellen en niet gewoon een directe route. En ik had dus een directe route ingesteld en die stuurt je gewoon weer terug. Logisch toch? Stuur me terug. Hoi. Het nadeel van de Insta 360, die reset zichzelf af en toe eventjes. En dit is het moment. Wel de route terug?
ik dacht dat ik in de goede richting stond. Maar, we gaan het zien. Eerst maar eens even kijken waar ik uitkom. Bullshit, bullshit, bullshit. Hij stuurt me letterlijk terug. Show de meter. Maar ja, goed, zo lelijk was die route niet. Wat we gaan doen. Soms voor drie deeltjes. En we gaan zien. Het ziekenhuis dus. Lullig toch, het is best warm. Het is verdrietig. Ja, eigenlijk gaan we hier dus gewoon dezelfde weg weer terug. Het is wel de andere kant op, je ziet hele andere dingen. En ik heb hem ook iets anders ingevuld qua dit, qua rijden, zeg maar. Maar ja, toch, het is dezelfde weg. Helaas, dames en heren, mocht je het helemaal niks vinden, jongens, gooi hem er lekker uit. Ga lekker een ander filmpje kijken. Mocht je het wel leuk vinden, kijk gezellig door. En, dan kom ik vanzelf weer terug bij het hotel. Nou, we gaan dus terug naar Dirbach Plage. Dit is echt zo'n lekker bochtje. Lekker hoor. Welkom in het mooie Luxemburg. Mijn naam is Edi trouwens. We zijn hier als, zeg maar als gezin zijn we hier al sinds zondag. Normaal gesproken rij ik veel. In dit geval heb ik de eerste paar dagen gewoon niks gedaan. Echt niks. En ik begin nu pas een beetje de... Weet je dat? Lef te krijgen van rust. Wat is rust? Lastig. Voor mij is het in ieder geval zo dat ik eindelijk een beetje begin te ontspannen en uh,
Je hebt deze Goldwing nu, het zal zijn, een maand of 3, schat ik. Ik zal het in de commentaren er wel bij zitten. Laten we het maar een leermoment. Er moet een beetje wat veranderd worden hoor. De tank die ontlucht slecht. Blijkbaar is er bij het vorige onderhoud is de tank los geweest, whatever. En is het ontluchtingspijpje. Daar zit waarschijnlijk een knikje in ofzo of wat dan ook. Houd dus druk op. Dat is echt niet grappig. Als het goed heet is, dan draait de tank op open, dan was het niet. Want dat mag je horen. Dat is prima. Maar een seconde of 20. Dat is niet goed. Maar nu hebben we de tankdop niet 100% vastzitten. Wel dicht, maar niet vast. De druk kan daar dan nog via weg. En ik heb meteen de accu vervangen. Die bleek ook niet helemaal goed te zijn. Vervangen. Ruiters vervangen. V-stream. Ik hou van V-stream. Ouders. Ik heb onder de spiegels een kapje zitten. Die kan je met de 360 niet zien. Maar met mijn hele camera wel. Dat is ook echt geweldig. Deze is ook perfect. In de zin dat er ooit wel een keer een originele moet komen. Want dit is zo'n cheap ass ding. Dat als je zo hard rijdt als nu, dan gaat het nog. Maar dan een beetje wind of tegendruk, dan is het gewoon klaar. Gaat die open. Dat is nou juist net wat je soms niet wil. Ik heb de navigatie erop gebouwd. Nu LED-lampen in de koplamp. Maar de eerstvolgende beurt gaat hij eruit. Ik heb ze al thuis liggen. Het zijn LED-projectors. Oh, wauw. Ja. LED-projectors. Echt. Zoveel maal beter qua licht. Een groot frontje zat er voorop. Die heb ik eigenlijk vrijwel meteen veranderd. Daar heb ik over zitten twijfelen. Daar twijfel ik nog steeds over. Heel groot. Maar toen het neusje niet meer groot was, hadden ze iets maar misschien. Weet dat ik liever de originele kleur spiegelkap heb. Chroom accent dan chrome spiegelkap. Gaan zien. Wat heb ik nog meer gedaan? Nee, ik heb witte knipperlichten erin zitten. Helemaal mooier dan. Ik heb er ook LEDs ingezet gelijk. Dus dan heb je de witte daglijnlampen, zeg maar. Ik heb iets in mijn oog. Zo. Dan heb ik witte dagrijlampen. Het nadeel is, als je alarmlichten aanzet, dat de witte dagrijlampen aan blijven staan. Dat is echt wel een dingetje. Maar goed.
De rest gaat prima. Danger, ja, dat... Onderweg terug naar het hotel waar we verblijven. Arriveren we met een minuutje of 8. Alpen is mooi, maar ik vind dit echt super. Rechte bochten zijn toch mijn zwakke kant. De bocht aan de links, dan kan ik de stepjes wel goed op de grond krijgen. Niet dat je dat altijd wil. In dit geval denk ik ook niet gedaan. Maar deze. Open. Ik zit dus die filmpjes te editen en terug te kijken. Zo. Ik heb zo'n zin om er weer heen te gaan. Het is echt zo'n mooi stukje. En zo zijn er in Luxemburg nog veel meer mooie wegen. Daar komt nog. Ja, dat. Ja, behoorlijk veel Nederlanders. Oh, het is de motor. Ja, ik rij als een slak, maar dat deed ik op de pen eigenlijk ook wel redelijk. Zo'n hardrijder. Ik denk dat ik op deze motor, omdat hij zich leuk verleent, nog rustiger rijdt dan op de pan. Heel eerlijk, ik heb ook een paar dagen gereden. Ik merk aan mezelf dat mijn energy level ook gewoon laag is. Dat dit een prima ritje is, zo. Even mijn eerste ritje, zou ik maar zeggen. Goed kijken, want ik wil naar links. Er komt niks van rechts, geen dingen. Voilà. Een heerlijk stukje dit. Het hotel ligt zo meteen aan de linkerkant. Het water loopt hier al enigszins naast ons, zeg maar. Er zit niks achter ons voor nu.
Ik heb trouwens ook op de voorkant, net boven de koplamp, twee witte ledlampjes toegevoegd. Zit op de luchtinlaat. Die schijnen enigszins naar beneden. Zijn redelijk felle lampjes. Aan de andere kant van het water, dus daar, daar zit het hotel. En eerst een bocht naar rechts. Dan gaan we zo meteen het ding af. En dan draaien ze terug, dus daar ergens ligt het. Als je dus vanaf de andere kant komt, dan is dit best een lastige draai, kan ik je vertellen. Ja, hier links naar beneden. Dan heb je dus dit bochtje wat eraan komt. De navigatie kan je misschien zien op mijn helmcamera. Als je banden koud zijn en je moet dan dit bochtje maken, gelijk tegengesteld. Ben je door, krijg ik hem niet voor elkaar met deze bak. Best indrukwekkend, zeg maar. Oeh, ganzen. Lekker niet gezien. Hier kunnen ze naar boven. Kun je echt een super mooie wandeling maken. Kunnen we straks misschien wel even doen. En schijnbaar kun je daar ook rijden.
Je ziet die twee blauwe pijlen nu in beeld. Dat is onze hotelkamer, zeg maar. Een van de grootste kamers. Je hebt er twee op elke hoek. De linker is de kamergrootte en rechts is het balkongrootte. Dus oom en tante hadden de grootste kamer en wij hadden het grootste balkon. Ja. Eerlijkheid moet er zijn, toch? Mochten jullie nou afvragen wat ik hier sta te doen. Achter in mijn topkoffer zit mijn Senna. Die gaat zo uitgeschakeld worden. Oh ja, goed is zo meteen tot ziens. Een moment. Tot ziens. Nou, dat bedoel ik dus. Dus die heb ik nu uitgeschakeld. Ik krijg hier een kat aangereikt. Ik krijg geen kat aangereikt. Doei. Ik laat dit erin, dit is best grappig. Ik sta dus nu alles uitschakelen, alle geluidsrecorders. Er zit er één in de zijkoffer, die moet ik nog uitschakelen. Nou, de topkoffer heb ik dan net gedaan, dat is voor de stemmen. Dat is dus voor normaal gesproken als Elle in de buurt is, zou je die ook horen. Nou, die hoor je dus nu niet, want die was er niet. Althans, niet in deze rit. Ze is wel achter me ergens daar in het appartement, maar hotel ding. Maar goed, genoeg gelul, genoeg in de ruimte. Ik ga jullie bedanken, bedankt voor het kijken. Ik ga het toch een keer zeggen. Iedereen die doet het namelijk. Klik op abonneren als je het nog niet gedaan hebt. En druk even op dat like-buttentje. Ja, ik heb er een hekel aan om dit te zeggen, weet je dat? Als jullie het leuk vinden, doe je het uit jezelf, toch? Maar klik er even een keer op voor mij. Dat schijnt namelijk te helpen in de YouTube-algoritmes en zo. Iedereen zegt het, dus je weet het. Maar doe het even einde een keer. Einde van de rit. Oh. Einde van de rit, zeg ik. Het is de laatste die ik afsluit. Ja, nou, einde van de rit. Jongens, bedankt. Tjus, ciao en tot het volgende filmpje. Hoi. Als het niet waar, als deze die ik afsluit.